Leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Kratje naar Sixpack. En in deze aflevering ga ik een challenge met mezelf aan. Namelijk uitgaan zonder te drinken. Ik weet van mezelf, ik hou van uitgaan. Mijn broer organiseert feesten, dus ik ga gewoon heel veel uit. En als ik uitga, drink ik ook altijd een drankje. Meestal een vodka Red Bull of een vodka Spa Rood of een biertje. En jongens, geloof me, dat tikt aan. Maar voordat jullie gaan zien hoe wij uitgaan, moet er natuurlijk nog gesport worden. En vandaag is maandag. En maandag is de Vincent, ik maak je dooddag. Dus jongens, wens me succes. Ik ga mijn auto lekker instappen en dan gaan we richting Hidden. Om weer afgemaakt te worden, want maandag is de ik maak je dooddag. Dus top. Hoi. Hoe is het? Oké, ik ga een warm-up doen. Ja. Zoals ik net ook zei jongens, vandaag is het maandag. En vandaag is dus de ik maak je dooddag, ja. Toch? Ja. Gaat het ook weer gebeuren? Ik weet het niet man, je bent wel sterk aan het worden. Ja. Het valt me echt niet tegen. Nee hè? Nee, ik ben echt wel stiekem best wel trots. Had ik niet verwacht. Kijk, dat is fijn om te horen. En ik heb dus vanochtend gewogen. En het is echt een stuk minder, maar ik ga dat niet vertellen. Ja, dat doe ik het ook niet. Want ik nee, maar jij mag het niet vertellen. Oeh. Nou jongens, we zijn lekker bezig. Military press voor je schouders. Maar, en een, wat is dit? Hoe heet dat? Stand-up? Nee. Een stiff leg deadlift. We zijn begonnen eerst met 50. De week daarna 60. Zitten nu op 70. Kijk eens even. Mooie uitvoer. Military press, 40 kilo. Ook gewoon stukje herhalingen. Deze man is echt niet slap, jongens. Je hoort het. Let's go. Oeh. 6, goed zo. Blijf omhoog gaan. Blijf omhoog. 7. Ja, dus dit is een lat tray met kabel. Niet te verwarren met een tricep oefening. Nou, opgebogen, breek hem open. Borst op. 2, goed zo. Arm in. 3, 6, goed zo. Snel vastknuppen. Mooi dicht tegenaan gaan staan. Sommige mensen hebben blauwe bangelen. Mooi. Of rood. Nou, kom maar. Teentje bankie. Kom op, jongen. 1. 2, 3, 4, 5. Nu het gas geven. Kom maar, kom maar. Tempo. Kom op jongen, je bent er bijna. Maandag, weer een soort van overleefd. Ben je dood? Man, kapot. De training zit er weer op jongens en ik ben wederom op maandag helemaal doodgemaakt. Maar goed jongens, het is wel lekker. Ik heb met Hidde afgesproken, meestal eet ik in de ochtend een bakje kwark met een appeltje of een banaantje en een beetje walnoten. Maar op een trainingsdag moet ik even iets meer eten. Dus ik had nu een volkoren broodje, snijd dan uit tweeën. En dan gewoon met kipfilet, avocado en per broodje een eitje. En je merkt gewoon dat je begint met veel energie. Maar als je dan zeg maar de training hebt gedaan, zou ik ook tegen jullie, ja, ik begin weer te trillen zeg maar, kijk. Ik ben zeg maar aan het trillen en ik was licht in mijn hoofd. En ik heb serieus bijna 10 minuten heb ik nog op de grond gelegen, gewoon een beetje gechilled. Omdat ik gewoon echt moe ben. En Hidde zegt ook dat het komt omdat je eten is weg. Dus alles wat ik in de ochtend heb ontbeten zeg maar, dat is alweer verbruikt. Maar het was weer een goede training. Ha. Zoals jullie weten ga ik tot 1 december niet meer drinken. Maar vanavond is een avond dat ik uitga zonder te drinken. En het is voor mij best wel een uitdaging, want ik hou echt heel veel van uitgaan en ook gewoon van een keer een biertje. Maar het is gewoon niet goed jongens, er zit zoveel calorieën en alcohol en je krijgt er echt inderdaad zo'n zwembandje van. En daar wil ik vanaf. Dus vanavond gaan we eerst naar Haarlem. Ruben moet daar draaien in een club, want mijn broer die is DJ voor de mensen die niet naar mijn vlogs kijken. En daarna gaan we met de auto richting Amsterdam naar de Supper Club. En ik ben de Bob, ik ga rijden en Amber gaat mee, Ella gaat mee en Ruben gaat natuurlijk mee, want die moet draaien. Dus het wordt een hele leuke avond en ik ga jullie gewoon meenemen en ik ga jullie laten zien hoe het is om uit te gaan zonder te drinken. Kijk, je weet natuurlijk... Nee. Je weet natuurlijk, meestal hou ik echt wel van drinken. Ik hou wel, ik vind een glaasje vind ik wel leuk. Gewoon een mooi biertje kan ik ja, dat lust je wel. Ja. Maar denk jij serieus dat ik het ga volhouden tot 1 december om niet te drinken? Nee. Nee? Ga je niet volhouden, man? Nee? Nee, dat kan je niet. Nou zeg, zij lacht me al uit. Nou, lekker is dit. Nou, het moet echt niet erger worden, hè? Ja. We hebben nog zo'n drinkend hier. Nee. Godzidorieke, daar staat het. Het is gewoon colaatje, hoor. Heb je wel of heb je niet? Ja, klopt. En film dat even dan. Ja, van wie is dat dan? Ja, dat is niet van mij. Echt wel? Ja, het stond er al. Okay. Ik weet het niet.
Daar komt hij hoor. Potjandori. Moet toch gebeuren, hè? Zo. Moet toch gebeuren. Oké, nou jongens, let's go naar Haarlem. Nou, lekker dan jongens. We zitten bij een cocktailbar. Yeah. Ik wilde eerst zeggen, ik neem een non-alcoholic cocktail. Alleen, ik mag natuurlijk ook geen suiker en dat soort dingen. Dus, oh, chips. Of net popcorn natuurlijk. Ik neem lekker water. Nou jongens, proost. Ik heb die cocktail van alles. Oh. Hey. 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 Oh, veel te hard. Kijk eens even. Bereik. Is hij goed? Ja, hij is helemaal verrommelig. Kijk eens even, een lekker watertje. Even kijken hoor. Nee. Zo. Smaakt goed, hè? Ja, niet normaal. Ja, een beetje een soort van water met citroen. Zo, jongens, het is gewoon echt koud ook gewoon. Ja, het is fucking koud. En hij gewoon, lekker zo in zijn shirtje. Ik kreeg warmte in mijn schoenen, hè? Ah, ja, dat is waar. Oh ja, kijk dan. He's hot himself. Nou, jongens, het begint al iets voller te raken. En ben je zenuwachtig? Ja, het is zo spannend. Hey. Ik snap het wel. Het is de eerste keer dat je gaat draaien natuurlijk ook. Oké, jongens, ik heb dorst. Het is tijd om drinken te gaan halen. Gaan we drinken halen? Ga je drinken? Ik ga drinken halen. Ik heb hem overleefd, jongens. We zijn natuurlijk maar een uurtje geweest, maar alsnog, ik vind dat ik het goed heb gedaan. Ik heb ook niet gedronken. Heel goed. Ben je trots op mij? Ik ben heel trots. Mooi zo. Ik moet wel zeggen, jongens, als je zeg maar niet drinkt en je gaat uit, ja, ik weet niet. Ik vind het toch nog altijd een beetje moeilijk om in de vibe te komen. Met alcohol is ook chill, nee. Ja, maar nee, ja, oké, nu was het wel. Dat niet. Als ik even mag onderbreken. Maar je bent wel wat sneller moe. Ja, ik ben nu heel erg moe. Kijk, we zouden eerst nog nu naar de supper gaan. Maar nu gaan we Amber en Ruben gewoon even afzetten bij de supper. Amber niet hoor. Nee, alsjeblieft niet. Oh, jij gaat jullie gewoon niet meer? Nou, ik moet. Nee, hij moet. Ik moet niet. Oh. Nou goed, dus alleen Ruben. En dan ga ik lekker naar bed. Morgen vroeg op. Maar jongens, ik heb het overleefd. Het was niet leuk, maar ik heb het overleefd. Ja, oké, het was wel gezellig. Maar ik bedoel, zeg maar, ik vind uitgaan zonder te drinken niet het leukste wat er is. Nee, ik kan het wel uitgaan zonder te drinken, maar ik vind het gewoon minder leuk. Maar goed, lekker naar huis. Zo jongens, wij zijn weer heerlijk thuis. Maar wat ik net ook al zei, je bent gewoon heel snel moe. Weet je, het is nu ook bijna 3:30 en ik ben helemaal kapot. En normaal gesproken sta ik makkelijk tot 3:30, 4:00, weet ik veel, ben ik gewoon nog wakker. Maar nee, nu heb ik het echt niet in me om nog door te gaan. Dus dames en heren, ik ga lekker slapen. Ik moet zeggen jongens, ik heb echt een hele goede week gehad. Ik heb lekker getraind, ik heb gezond gegeten. Ik ben uit geweest zonder te drinken. En ja, wat ik al zei, ik vind uitgaan met drank gewoon net even wat leuker. Ik hou gewoon ook echt van een drankje. Maar goed, het komt allemaal wel weer. Maar dat was hem alweer voor deze aflevering. Dus vond je deze video leuk, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.